Gemeente, zo straks hebben we Romeinen 5, de eerste 11 versen gelezen. En je kunt dat in de inhoud al zien. Heel geschikt om het avondmaal uit te vieren. Zowel de voorbereidingsdienst als de avondmaalsdienst als de nabetrachtingsdienst kunnen heel goed in combinatie met Romeinen 5 vers 1 tot 11 gepreekt worden. En nu doen wij dat eerste stukje. Het is de voorbereidingsdienst. Vers 1 tot en met 5. En dan begrijpt u al, het gaat om de grote lijn. Want als ik ieder vers apart moet uitleggen, hebben we veel meer tijd nodig. Maar laat ik gewoon het eerste vers lezen nu met u. Maar de tekst officieel voor vanmorgen is 1 tot en met 5. Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Het thema van de preek is de vrucht van het offer van Christus. Al die dingen, hè? Hoop, liefde, volharding, al die dingen die daarna volgen. De vrucht van het offer van Christus. We letten op drie aandachtspunten. De toegang tot God. Het roemen in de verdrukkingen. En de liefde als vrucht van de geest. Dus de toegang tot God, het roemen in de verdrukkingen en de liefde als vrucht van de geest. Gemeente, het begin van de tekst gaat vooral over het tweede kenmerk van de zelfbeproeving, zoals we dat straks gaan lezen uit het avondmaalsformulier. Namelijk het geloof in de zekere belofte van God dat onze zonden om Christus wil vergeven zijn. Wij weten allemaal dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent voor God. Het geloof is rechtvaardigend van aard. Het is het karakter van het geloof dat het rechtvaardigend is. Het behoort tot de natuur van het geloof dat het verbonden is met de vergeving van zonden. Het echte geloof, zeg ik hier door de brei in artikel 22, omhelst Christus en al zijn weldaden. Wie oprecht voor de Heere beleidt zijn zonden en de toevlucht neemt tot de Heere Jezus, die mag op grond van de Bijbel gelovig aanvaarden om Christus, dat God om Christus wil, die zonde vergeven heeft. Zo zegt de Bijbel het. En ook de belijdenis. Alle elementen van ontdekking aan je zonden. De belijdenis ervan voor de Heere. De beleving van je schuld en verlorenheid. Het toevlucht nemen tot Christus is daarbij inbegrepen. Ook dat derde kenmerk trouwens van de zelfbeproeving. Dat staat niet los van de liefde tot Christus. En die hartelijke begeerte om voor de Heere te leven. En voor je naaste te leven. Je voelt echt die eenheid. Die kan niet van elkaar losgemaakt worden. En daarover gaat het in onze tekst al in vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 4 heeft Paulus beschreven hoe Abraham gerechtvaardigd is door het geloof. En dan trekt Paulus de lijn door naar de gelovigen aan wie hij schrijft. En hij zegt, Gods gerechtigheid wordt toegerekend aan allen die geloven in hem. Die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Welke overgeleverd is om onze zonden. En opgewekt tot onze rechtvaardiging.
En Paulus zegt, nou, zo staat het ervoor met de gelovigen. Dat is de identiteit van de gelovigen. Wij kunnen soms heel erg uitgebreid spreken over bepaalde facetten van het geloof. En dat is leerzaam. Maar hier vat Paulus het samen. En voor deze gelovigen heeft Christus het heilig avondmaal ingesteld. Om steeds weer opnieuw hun geloof te sterken. En hen die heerlijke troost van de verzoening met God te laten proeven. Die verzoening die alle verstand te boven gaat. Die vrede. In het avondmaalsformulier bidden we of God ons hoe langer, hoe meer in de rijkdom van Christus wil laten delen. En of we met een oprecht vertrouwen hoe langer, hoe meer ons aan de Heere Jezus mogen overgeven. Dit wijst allemaal op een soort proces, verdieping. Niet op één moment alles, maar drup voor drup, lijn voor lijn, weldaad voor weldaad. Je kunt weten dat je een vader hebt die ergens ver weg is, maar iets anders is het om de nabijheid en de zorg van vader te mogen merken in je leven. En je in zijn liefde te koesteren. Is dat uw verlangen? Dat wil de Heer ons leren door middel van het gebruik van het heilige avondmaal. Dat is zo mooi geformuleerd in het gebed. Geef dat wij er niet aan twijfelen of u eeuwig onze genadige Vader zult zijn en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Je kan het gewoon niet op. In één zo'n zin zit zoveel rijkdom. Prachtig. En in vers 1 doet Paulus een heel belangrijke geloofsuitspraak. Want hij zegt, door het geloof in de Heer Jezus hebben wij, die vroeger vijanden van God waren, allemaal, nu vrede met hem. Door het geloof, hè? Verzoend zijn met God. Vrede hebben met God. Twee dingen die horen bij elkaar. Denk aan, ik noem maar een tekst uit Jesaja 32. De vrucht van de gerechtigheid is vrede. Heb je ook twee dingen, hè? De gerechtigheid van God. Christus verdiend heeft ook voor zijn volk. En vrede, dat is de vrucht ervan. Dat is vers 2. Bij dat vrede hebben met God gaat het in de eerste plaats om het herstel van de relatie tussen God en ons. Die verhouding wordt niet langer meer gekenmerkt door vijandschap en toorn, maar door vrede en liefde. En dat mag je ook ervaren. En dan moet u eens kijken, ik zei steeds die twee dingen, hè? Het objectieve en het subjectieve. Hoe dat gelijk al in de tekst staat. Vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Het staat er echt, het is niet verkeerd vertaald. Het woord hierbij, pros in het Grieks, als u een beetje Grieks kent. En we moeten laten staan wat er staat. Dus Paulus zegt, door het geloof hebben wij vrede bij God. Bij God. Wat betekent dat? Dat is een objectieve werkelijkheid. Eigenlijk is dat Christus.
Eigenlijk is dat de verzoening. Vrede bij God. De Heer Jezus heeft die vrede verdiend. Paulus zegt ook in de eerste brief. Hij is onze vrede. Golgotha, Pasen, hemelvaart. Christus, die vrede is, is nu bij God. En dat bedoelt Paulus. Wij hebben nu vrede bij God. Christus bij God. Christus die de verzoening heeft teweeggebracht met God, is bij zijn Vader. Dat zit in dat woordje bij. En daar volgt iets uit. Dat is natuurlijk het objectieve, hè? Zeg maar hemelvaart en de vrucht daarvan. Dat is het objectieve. Hij is bij God, hij is onze vrede, hij heeft de vrede verdiend. En dan gaat het verder door onze Heer Jezus Christus. Maar dat staat niet los, dat objectieve, van onze persoonlijke, subjectieve gevoelens. Want die vrede die bij God is, Christus die met zijn volbrachte werk bij de Vader is, ja, dat heeft gevolgen voor ons. Die vrede bij God is onverstoorbaar. Dat is de verzoening. Eens en voorgoed volbracht door Christus. Hij is onze vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijn en door het geloof hebben vrede bij God. Dat komt eerst. En nu moeten we even opletten. Als Paulus schrijft dat we vrede hebben bij God, dan is dat niet hetzelfde nog in de eerste plaats als onze gevoelens van vrede. Het is de grond ervan. Van dat vertrouwen. Het betekent gewoon, we hebben vrede bij God. Het betekent eigenlijk, we zijn verzoend met God. Geen vijandschap of zonde. Verstoort de verhouding met God in Christus. Hij heeft de volle prijs betaald. Hij heeft de zonde gedragen. Wat is het bloed van de Heer Jezus toch krachtig en rijk en dierbaar. Drinkbeker der dankzegging in zijn bloed. Dus Paulus wil zeggen, in het leven van een christen is een soort tweepoligheid. Aan de ene kant door God aanvaard. We hebben vrede bij God, de verzoening. Christus heeft alles volbracht. En aan de andere kant moeten we groeien in de gelijkvormigheid aan Christus. En mogen we persoonlijk die vrede ontvangen in onze harten. Maar nog steeds is er helaas de druk van de zonde. Je mag leven uit de vrede van een goede verhouding met God, maar je wordt nog wel dagelijks geconfronteerd met allerlei problemen en verleidingen. Voor manier gaat er ook heel pastoraal op in. En dat moet je dus dicht bij de Heer houden en steeds meer leren steunen op de kracht die Christus geeft door de inwoning van zijn geest. Daarvoor is nu het heilige avondmaal ingesteld. Als je vers 1 begrijpt, dan volgt de rest daaruit. Lees vers 2. Door welke, dat is Christus, hè, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot de genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Het gaat hier om troost, de beleving, toegang tot de genade, dat we rechtvaardig zijn voor God. Er staat ook door welke wij de toeleiding hebben. Toegang, de introductie, door het geloof tot deze genade. Welke genade? De verzoening met God. Die vrede die bij God is. Hij is onze vrede. Het gaat om de toegankelijkheid van God voor de gelovigen. En dat geeft
Ja, het beeld van een troonzaal, zeg maar. De bezoeker, de onderdaan, de diplomaat, die wordt door de begeleider tot de troon van God gevoerd. We hebben de toeleiding daartoe, tot God. Jongens en meisjes, ik weet dat dit moeilijk voor jullie is, maar nu geef ik een voorbeeld, dat snappen jullie allemaal. Er was dus een arme jongen en zijn moeder was ziek en zijn vader leefde niet meer en ze hadden geen eten. En die jongen was 6 jaar en toen kreeg hij een plan. Hij dacht, ik ga naar de koning. En ik ga zeggen hoe arm we zijn en dat we geen eten meer hebben en dat we niet meer weten hoe het moet. En dan zal de koning vast wel helpen. Hij ging naar het paleis van de koning en hij vroeg aan de wachters, ik wil graag doorgelaten worden tot de koning. Ik wil met de koning spreken. Wat snotneus, wat wil jij naar de koning? Ja, maar dat gaat zomaar niet. De koning heeft helemaal geen tijd voor jou. Wat moest hij doen? Hij huilde. Nou, dat snappen jullie allemaal. Hij huilde, want ze hadden geen eten. En moeder was ziek. Hij huilde omdat hij niet bij de koning mocht komen. En weet je wat er toen gebeurde? Toen kwam er een jonge man in hele mooie kleding. Hij leek wel een prins. Hij ziet die arme jongen staan huilen. En hij zegt, waarom ben jij zo verdrietig? Hij zegt, ja, mijn moeder is ziek en we hebben geen eten. En ik wil iets aan de koning vragen. Maar ik ben weggestuurd door de wachters. Nou, kom maar mee hoor, zei hij. Geef hem maar een hand. Dan breng ik jou naar de koning toe. En zo liepen ze naar de troonzaal. Die mooie, die jongen in die mooie kleding, die zei toen, vader, ik heb een jongen meegenomen die iets wil vragen aan u. Zeg het maar, mijn kind, zei de koning. Hij zei, ja, koning, mijn moeder is ziek en ik heb geen vader en we hebben geen eten en nu weten we niet meer, nu moeten we sterven, nu weten we niet meer hoe het moet. En toen beloofde de koning om voor hem te zorgen. Gemeente, dat is nou genade, jongens en meisjes. Dat is nu genade. Je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. Van huis uit is het voor ons allemaal verboden toegang om naar de koning te gaan, naar de Heere God te gaan. Want wij hebben hem verlaten en we hebben gezondigd. Maar nu is de zoon van de koning, de Heere Jezus, naar de wereld afgedaald. En hij heeft die toeleiding, die toegang tot de troonzaal van de koning geopend en verdiend. En hij nodigt allen om met hun zonden en ellenden zich tot de koning te wenden. Dat betekent vers 2. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Om bij de koning te zijn, om verzoend te zijn met God. Aan de hand van de Heere Jezus worden we geleid naar de troon van de hoogst heilige God. En Jezus is opgestaan na Goede Vrijdag. En hij is naar de hemel gevaren. En hij leeft daar als de voorspraak voor zijn volk. Als de advocaat die ook voor ons bid. Gemeente, wat een heerlijk evangelie. Door het geloof hebben wij vrede bij God. Hij is er hoor, de Heere Jezus. En hij ziet ons allemaal. Toegang in Christus door zijn hemelvaart. Het offer van zijn bloed is in het heiligdom. En bij de toeleiding door de Heilige Geest, die door Christus verworven is en uitgestort wordt in het hart van al Gods kinderen.
En dan gaat de apostel verder. In die zekerheid van de positie van een gelovige, met die identiteit, in de welke wij staan in de hoop op de heerlijkheid Gods. Wij staan. Ook weer zo'n rijk woord. Dat geeft zekerheid. Wij staan daarin. In die zekerheid van de positie van de gelovige. Staan in de zekerheid en wij roemen in de heerlijkheid van God. Herkent u dat nou, gemeente? Dat is heel gewoon de geloofstaal van de apostel Paulus. Staat u ook in die genade? Is Christus uw identiteit? Bent u rechtvaardig voor God in Christus door het geloof? Daar staan, dat staan wijst dus op een voortdurend, bestendig verkeren in die genade. In het recht van de toegang tot God. Het gaat hier over de staat van de gelovigen. De positie waarin ze zijn. Met God verzoend, de vrede met God ontvangen, de toegang tot God gekregen. Dat is niet het eindpunt van wat je bereiken kunt als christen, maar dat is het begin van het christelijk leven. Echt waar. Laten we onszelf niet te snel erbij rekenen. Natuurlijk, er is een weg naartoe, maar ja, er zijn wel eens mensen en die zeggen, ja, ik ben wel wedergeboren, maar ik ken de Heer Jezus nog niet en ik heb een uitzien tot Hem en dat is weer een volgende weldaad. Ja, je kan heel veel theorieën bedenken, gemeente, maar we moeten gewoon de Bijbel volgen, hoor. En daar staat het. Met onze identiteit is Christus en wij staan, en dat is het werk van de Geest, dat wel. En dat hoeft niet allemaal op één dag. Maar dat is nu het christelijk leven. Zo kun je Christus dood verkondigen. En roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Doe dat totdat Hij komt. Leef er toch niet zo arm van. Er is zoveel rijkdom. Sta in die genade, kinderen van God. Top niet langer voort. Maar sta op 's Heeren woord, roemen in de hoop, toekomst, op de heerlijkheid, toekomst. Roemen is met lofprijzing jezelf verheugen over wat God gedaan heeft en nog doet in zijn genade. Dat woordje hoop, dat slaat hier op het voorwerp van de hoop. Inhoud van de hoop. En wat is de inhoud van de hoop? Dat is de heerlijkheid van God. Die Hij heeft in zichzelf en die Hij geeft aan zijn kinderen bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zullen ze in dat luisterrijke licht eeuwig wandelen. En dan zullen ze eeuwig zalig zijn. Dat was het eerste, de toegang tot God. Het tweede aandachtspunt is roemen in de verdrukkingen. We lezen vers 3 en 4. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Niet alleen dit. Dat je bij God vrede hebt. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Hey. Klopt dat eigenlijk wel? Roemen in de harde, bittere werkelijkheid van iedere dag. Ja, dat snappen we dat dat een probleem is. Daar besterft je de roem op de lippen. Heeft dat dan ook te maken met de rechtvaardiging door het geloof? U zegt misschien, ja, in de kerk gaat het nog wel. Maar de harde werkelijkheid iedere dag, daar bezwijk ik. Dat is te zwaar. Help me.
Paulus, weet jij wel wat je zegt? Ja, zegt hij, dat weet ik heel goed hoor. Dat heb ik ook uit eigen ondervinding, lees maar in 1 Korinthe 11. Daar noemt hij op wat hij heeft moeten meemaken. Ik weet van verdrukkingen en van stokslagen en van gevangenschap en doodsgevaar en schipbreuk en steniging en honger en dorst en een doorn in mijn vlees die mij als een engel des Satans, als de duivel slaat. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wij roemen daarin. Christenen uit de heidenen moesten werken als slaven. En daar werd ook gespot. En dan is de vraag, hoe hou je het vol in zo'n omgeving? Als er verdrukking is, als er gevloekt wordt op je werk. Als je onder druk gezet wordt. Als er geen plaats is voor de Heere Jezus. Als er geen plaats is voor het geloof. Hoe houd je dat vol met je kind? Dat in de opvoeding blijkt autistische trekken te hebben. Als je werkloos bent of heel lang in de ziekte bent. Als je seksueel anders geaard bent. Met alle gevolgen van dien en misschien ook wel gestruikeld. Terwijl je toch eigenlijk de Heere wil dienen. Gemeente, de tijd waarin wij leven is zo decadent. Hoe moet het met je kinderen straks? Angstaanjagend kan het op ons overkomen. Gaat het wel goed? We zijn bezorgd, hè, over de toekomst. Nou, dat moet je eens aan een oude geoefende christen vragen. Iemand die geoefend is in het geloof. Broeder, zuster, hoe lang hebt u dat volgehouden? U bent nu 80 jaar en u hebt nog de Heere hartelijk lief. Wat zouden ze tegen je zeggen, denk je? Dat heb ik niet volgehouden. Hij heeft het volgehouden met mij. Zo is het nog eens een keer. Dat is enkel genade. Alleen genade. God heeft het volgehouden met mij. En als je dan midden in de strijd zit, zodat je zegt, Heere, ontferm u over mij. Dan zegt de apostel, en wij roemen ook in de verdrukking. Paulus, is dat toch niet te hoog gegrepen? Er is zoveel gebrokenheid in dit leven. Is het eigenlijk niet onmenselijk wat je zegt? Zie je die mensen niet de straat vegen in Bangladesh na al die rampen en waar die aardbevingen geweest zijn? Klopt het wel? Mag een christenmens ook nog eens een keer klagen? Moet je altijd maar onder alle omstandigheden blijven glimlachen? Je leest toch in de psalmen dat we ons niet behoeven te schamen voor onze tranen? In de Bijbel zijn vervolging en verdrukking normale verschijnselen, gemeente, in het leven van de gelovigen. Heeft de Heere Jezus dat niet duidelijk gezegd? In de wereld zult gij verdrukking lijden, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Maar hoe kun je daar dan in roemen? Wat is het geheim? De gelovigen weten iets, zegt Paulus. Wetende? Nou, en wat weten ze dan? Dat in de verdrukking Gods kracht op een bijzondere manier openbaar komt. We weten, en dat is niet alleen een verstandelijk weten, maar dat is een proefondervindelijk weten, dat de uitwerking van die verdrukking niet verslapping is van het geloof, maar juist versterking. Je leert er iets door. Verdrukking werkt iets uit, lijdzaamheid. Dat betekent volharding, dat je het vol kunt houden. De Heere kan zo vertroostend nabij zijn, in de verdrukking, onder het kruis. Ik weet nog, gemeente,
toen onze Caroline gestorven was en toen we ze begraven hebben, toen hebben we s'avonds een preek geluisterd en die ging over deze tekst. Wij roemen dan ook in de verdrukkingen en dat mocht onze beleving zijn, door genade. Geen opstand, geen bitterheid, geen klagen, ja wel verdrietig. Wel verdrietig, maar God was zo goed. We hebben het vaderlijke van God ontvangen en ervaren in ons leven. Roemen in de verdrukking. Dat is echt waar hoor. Dat kan. Ja, kan dat? Maar waarom brengt God dan soms zulke grote problemen op je weg? Waar is dat goed voor? Denkt u eens aan de vervolgde kerk. Ik heb eens gelezen over een prediker van het evangelie. Eerst werkte hij in Turkije en daarna in Macedonië. En vrijmoedig sprak hij op de markt van de stad over de Heer Jezus. En daar werd hij opgepakt en achter de tralies gezet en vreselijk gemarteld. Wat een pijn. In de gevangenis gezet, waar gevloekt werd. Maar die prediker van Christus, die deed daar niet aan mee natuurlijk. Weet u wat hij wel deed? Hij prees God. Hij dankte God. Hij roemde in de verdrukkingen. Hij roemde God in al zijn martelingen. De Heere was zo dicht bij hem. Jezus' liefde vulde zo zijn hart. Later stond hij tegenover zijn beul. Die hem had gemarteld. En hij vergaf hem. En door een gesprek met hem kwam die beul tot bekering. Als u moet lijden en grote beproevingen ondergaan, bedenk dan dat God al bezig is om het dienstbaar te maken in de komst van zijn koninkrijk. Wij roemen dan ook in de verdrukkingen. Wilt u trouwens weten wie dat was? Dat was de schrijver van deze brief zelf. Dat was Paulus in Filippi. De beul die tegenover hem stond was de stokbewaarder. Wij roemen dan ook in de verdrukkingen. Paulus spreekt over een drievoudige vrucht trouwens. Leidzaamheid, bevinding en hoop. Leidzaamheid is volharding. Dat je het in de verdrukkingen uithoudt. Dat je je hulp van God blijft verwachten en de moed niet opgeeft. Juist in de moeite en de zorgen sta je veel meer open voor het spreken van de Heere en van de bemoedigingen en de beloften van God. En door de beproevingen heen wordt je geloof sterker. Zoals het uithoudingsvermogen van een keurkorps juist door ontberingen wordt vergroot. En de volharding werkt bevinding. Beproefdheid staat er. Eigenlijk is dat niet het woordje wat wij voor bevinding gebruiken. Er staat gewoon beproefdheid. De verdrukkingen testen het geloof. Op echtheid en houdbaarheid, net als het goud door allerlei smeltprocessen heen een keurmerk krijgt. Echt goud. En als het geloof de proef doorstaat, dan is het sterker geworden. In de verdrukking ervaar je des te meer de trouw van God, die niet laat varen het werk van zijn handen. Beproefdheid. En zeker, ik betrek daar het woordje bevinding ook maar even bij, want dat is natuurlijk wel iets wat het gevolg ervan is. Het spreken van de Heer, dat vindt weerklank in je ervaring. Bevinding is vrucht van de ontmoeting met God. Bevinding ontstaat als de Heilige Geest het woord toepast in je hart. En daarom spreekt vers 5 ook over de liefde. De liefde en de Heilige Geest. En dan zie je een lijn
De verdrukking werkt leidzaamheid. Het geloof klemt zich vaster en vaster aan Christus die ons zo uitnemend heeft liefgehad. En dat vieren we juist in het heilig avondmaal. Want die leidzaamheid die werkt bevinding, de zekerheid van de liefde van Christus. De liefde van hem wordt zo openbaar. En die bevinding die werkt ook hoop. De derde schakel in deze trits. Die hoop is geen illusie. Voor een ogenblik in dromenland. Nee, wat een ontnuchtering als mensen ervaren dat hun hoop niet uitkomt. Dan is het geen gegronde hoop geweest. Het kan zijn dat u bij het horen van deze woorden zucht. Waar is dan mijn hoop, mijn moed gebleven? God wil hoop geven. Door het geloof, verankerd in zijn liefde, het anker van de hoop is vastgeraakt, geworpen in de rotsbodem van Christus' verdiensten, zijn volbrachte werk. U hoeft het niet met een misschien te doen. De hoop is een vaste hoop, een zekere hoop. In hoofdstuk 8 zegt Paulus, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het lijden voedt de hoop. De hoop is er al voor de beproeving, maar de zekerheid wordt door de volharding bevestigd in je hart. En dat gebeurt ook aan de tafel van Christus. Mooi dat dat hier al klaar staat eigenlijk. Hè? Doop ontstaat er altijd. Zou je hier ook mee kunnen doen. Zeker in deze voorbereidingsdienst. Dat zichtbare, hè? Daar heeft God het voor ingesteld. Dat we het zo mogen gebruiken. Met de beker in de hand mag je roemen in de verdrukking. Het lijden van Jezus is veel zwaarder geweest dan dat van ons. O Jezus, man van smarten, gij aller vaderen wens, uw bloed alleen dat reinigt mij. U gaf uw leven de beker der dankzegging, die we dankzeggende zegen. Dank u, Heer. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. We gaan dat samen zingen voor ik nog iets zeg over dat laatste. De toegang tot God. Roemen in de verdrukkingen. En de liefde als vrucht van de geest. We lezen vers 5. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Ik zeg daar iets van, waarschijnlijk ga ik daar volgende week gewoon mee verder in de avondmaalsdienst. De hoop maakt niet beschaamd, zegt Paulus. Zij gaat werkelijk in vervulling en Gods kinderen zullen niet bedrogen uitkomen. Het is geen ijdele hoop. Er zijn genoeg mensen die van alles en nog wat hopen. Hè? Maar er komt helemaal niks van uit. Ouderen in ons midden, wat is uw hoop op de toekomst? Avondmaalgangers, wat is de inhoud van je hoop? Is dat de eeuwige bruiloft? Is dat de eeuwige heerlijkheid? Daar is het avondmaal een voorsmaak van. Een heenwijzing naar. Doe dat totdat hij komt. Misschien vragen mensen zich wel af. Ja, maar is het niet inbeelding van mezelf? Een mens kan toch zichzelf bedriegen? Dat is waar. De duivel weet ons ook wel te vinden. Ook in een week van voorbereiding. Om ons dat steeds voor te houden. Maar moet u horen. U mag zelf de toets afnemen. En die is beslissend. Eén ding is beslissend. In alles. En dat is de liefde. Staat in de tekst hoor. Dat is de liefde. U zult niet bedrogen en beschaamd uitkomen als u dat ene kent. De liefde van God. Het bewijs dat u al die zaken ontvangen hebt van
wegen de liefde van God. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. De Heilige Geest doet je die liefde ervaren. Die maakt je daar bewust van. David zingt ervan. Ze hebben op u gehoopt en ze zijn niet beschaamd uitgekomen. In vers 5 legt Paulus het geheim helemaal open. Hij laat het fundament van heel het gebouw zien. Nee, lijdzaamheid, bevinding en hoop komen niet automatisch uit verdrukkingen voort. Die kunnen zelfs tot heel andere resultaten leiden. Je kunt er ook opstandig onder worden. Je kunt er ook bitter onder worden. De vrouw van Job zegt tegen haar man: neem afscheid van God en sterf. Dus verdrukkingen op zich garanderen helemaal niets. Als het over garanties gaat, dan komt Paulus met Gods liefde. En die draagt alles. Gods hart, Gods vaderhart, Gods eeuwige liefde, zijn welbehagen, de diepste bron van zijn genade. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat zit achter alles. En daarmee hangt samen de liefdestafel van de Heere Jezus. En nu is mijn vraag in deze voorbereidingsdienst: kunt u die liefde van God nu ontkennen? En uw liefde tot God, de liefde tot God, die daar het gevolg van is. Die liefde stort de Heere in je hart bij de wedergeboorte. Als je wedergeboren wordt. Want dan wordt alles nieuw en anders. Je krijgt een nieuw leven, een nieuwe familie, een nieuwe kijk op het heilige avondmaal. Wat is dat een geweldig gebeuren. De liefde van God uitgestort in je hart. Niet voor niets wordt hier het woordje uitstorten gebruikt. Dat geeft aan, het gaat niet om vage liefde, maar om concrete liefde. En dat op een overvloedige manier uitgestort. Door de Heilige Geest komt het volle zicht op de liefde van God in Christus. En daarbij gaat het om wat God doet als hij zondaren redt. Hij is, vers 6, voor de goddelozen gestorven. Waarom zou het dan voor u niet zijn? Bent u misschien zo'n goddeloze in eigen waarneming? Jezus ging naar hoeren, tollenaren en zondaren en de verloren schapen. Nou, dan is de boodschap, dan is deze tekst dus ook voor u. De liefde trekt je naar zijn tafel. Juist door de heerlijke vervulling van de Heilige Geest en de voortdurende innerlijke beleving van Gods liefde, vrede en nabijheid wordt je getrokken. Laat u niet afschrikken als uw zonden u van harte leed zijn en als u begeert om tegen uw ongeloof te strijden. Verwacht het van de Geest, die verheerlijkt Christus door zijn verdiensten toe te passen in je hart. En ga dan toch de naam van de Heere Jezus belijden. Dan sta je op en dan kom je naar voren en dan zeg je: ja, Lam van God, ik kom. Amen.